Ja. Oh, nee. Ja, 64. Ja. Ik heb al ideeën voor de winnen, die wordt fantastisch. We beginnen met de presentatie. Ja. Ga ik heel graag hier zitten. Ja, het maakt me niet zo veel uit, eerlijk gezegd. Die verbinding is ook nog over. Misschien bespreken. We hebben weer geen internet. Waarom zeg je dat? Wat? Waarom zeg je dat? Nou ja, nog veel meer dingen. Ik zeg alles. Hier zitten die twee formulieren. Nee, nee, schat. Fijn dat iedereen er is voor de presentatie. Hier van die mensen geen formulieren. Komt zo. Eén idee. Ik heb mijn hele mooie bok vol staan. Ik weet het niet. Straks even doorheen. Zullen we dat even naar de vergadering? Ja. Dat lag maar. Volgens mij heb ik ook die kleine kopjes. Ja, volgens mij heb ik die grote. Dat niet vorkjes voor de klep. Ja, dat is niet voor de keuken. Snackvork. Oh, nee, stop. Jij zijn voor de crepes. Oké, kan ik beginnen? Ja hoor. Oké, top. Voor de 22e wil ik graag met Andrea een dinnershow organiseren. Ik heb een presentatie gemaakt om te kijken wat jullie ervan vinden. En wat de bedoeling is van de avond. We gaan het hebben over het eten, drinken, het programma. Andrea die het laatste uur gaat draaien. Wanneer het is en om hoe laat het begint. De tickets en wanneer we op break-even staan. Eten en drinken. Het voorgerecht wordt groentesoep. Het hoofdgerecht wordt een satébuffet. En het nagerecht wordt hazelnoot. Ja. Inclusief stokbrood en kruidenboter. En er zit ook drankjes inbegrepen. Dit is het programma. Die heb ik al een beetje helemaal uitgestippeld. Je kunt het niet allemaal zien. Nee, het is onleesbaar. Nee, het is onleesbaar. Ik kon dat niet echt groter maken. Dan lees mij voor als je wil. Om 17:15 begint de opening. Dan is de bedoeling dat... ik wil het samen met iemand gaan presenteren. Dus ik weet niet wie dat heel graag wilt. Misschien Merel. Als je dat leuk vindt. Om de opening te doen. Dinnershow. Als eerst begint Fren. Met haar eigen dans. Je wou ook alleen een dans doen, toch? Je wil niet alleen een dans doen? Nee, oh, nou ja, ik heb je wel erin gezet. Daarna komt Jessie en Gerrit met Vee. Ik denk dat Richmond en Top Tony zijn. Ja. Ja, oké. Okay. Gerrit, die rappen niet. Ja, oké. Okay. Maar ik heb even jullie namen benoemd. Daarna Milene. Zij wil graag zingen. Daarna Frenny en Alexandra. Want Lex die wou graag een dans doen met Frenny samen. Gaan we. Daarna doe ik zelf een dans. Frenny en Jordi ook een dans. Hiske, cabaret. Vind je leuk, toch? Ja. Yeah. Leuk. Even kijken. Ja, ik heb Merel staan. Ik dacht, dat vind jij vast wel heel leuk om te doen. Om een veiling te doen. De bedoeling van de veiling is dan dat iedereen stuk voor stuk iets bij de Ur bestelt. En dan maak je een soort van limited edition. En dan gaan we hem veilen. Dus dan kunnen de mensen kunnen dan gaan veilen. Of tenminste gaan... Nou. Misschien omdat je jas misschien aan hebt? Denk je? Nee hoor. Oké, ik heb het al de hele ochtend. Oké. Lijkt dat je leuk? Ja. Ja? Oké. Daarna Fren en ik een dans. Dan weer Richman en Toffe Tony met helikopter. En het leek me ook heel leuk om een groepsdans te doen. Ik heb gevraagd aan een danslerares of zij ons les wil gaan geven voor een groepsdans. Wie het leuk lijkt om het te doen, weet je, iedereen kan meedoen. Als je het niet leuk vindt, dan hoeft dat ook niet per se. En ook als een afsluiting. Dus als meer met mij zou willen presenteren, lijkt me superleuk. Als je dat niet zou willen, dan
wie voelt zich aangesproken, die mag naar me toe komen. Even kijken. Het laatste uurtje draait Andrea. De bedoeling is na het eten dat er dan een uur lang nog muziek is. Dan kunnen mensen naborrelen en kunnen ze ook een dansje maken. Het is 22 november wil ik de dinnershow gaan houden. Van 6 tot 9. De tickets zijn €60 per persoon, inclusief twee drankjes. Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht zit allemaal inbegrepen. En entertainment, dat wordt verzorgd door ons. Break even. We gaan pas break even spelen als we op 36 kaarten staan. Dus ik hoop dat we dat halen. Voor de rest moeten jullie maar zelf wel even kijken of wat jullie hiervan vinden. Ik ben ook iedereen langs gegaan, bijna iedereen. Ik weet niet of ik echt iedereen ben langs gegaan, maar volgens mij 2 dagen geleden wel. Bijna iedereen gaf een akkoord. Ger en Mariska hadden nog wat puntjes. Die heb ik aangepast. En zo ziet het er nu uit. Dus er moeten wel echt 36 kaarten verkocht worden als we geen verlies willen draaien. Dit was het. Kun je hem daar nog eens laten staan? Hoe lang van tevoren gaat de stekker eruit als het niet de break-even had? Jessie kwam met 4 november. Ik persoonlijk vind dat te kort. Omdat ik dan nu vanaf vandaag een week de tijd heb om 36 kaarten te verkopen. Of wijn. Dus dat kunnen we met z'n allen even bepalen. Kijk, ik vind zelf 4 november vind ik te kort. Nee, ik heb vanmorgen al tegen Shell gezegd van joh, laten we even de cateraar bellen tot wanneer we het kunnen annuleren. En als we dat weten, dan kunnen we altijd zeggen, kijk, als ze zeggen van 2 weken van tevoren moet het geannuleerd worden. Ja, dan kom je wel rond de, een weekje later dan de 3. Ja, dan kom je daar terecht. Maar ik denk dat het handig is dat we eerst kijken wat de cateraar zegt. En ik dat heb de catering ook al een mailtje. Ja, precies. Ik wacht op antwoord wanneer we het kunnen annuleren. Ja, we kunnen ook even bellen ze. Misschien is het handig dat ik hem even uitleg waarom ik hem rond die datum wilde zetten. En dat was niet bij 36 kaarten, maar als er dan ongeveer 20 verkocht waren. Je hoeft niet dan op de vierde al je break-even gehaald te hebben. Kijk, sowieso gaan we daarna verwacht ik niet echt veel winst mee genereren. Maar is het wel iets leuks om neer te zetten zolang het geen geld kost. En de reden dat ik dan had gezegd de vierde is omdat er ook qua entertainment heel veel geoefend moet worden. Er moeten dansleraren uitgenodigd worden. En wat ik tegen Shell had gezegd is, als je op de vierde weet of het evenement doorgaat, dan kan je dan kosten gaan maken. Kijk, de catering is niet de enige vorm van kosten die je gaat maken, maar ook je dansletten, alle andere dingen die erbij komen. En ik neem aan dat we allemaal mee eens zijn dat we niet al die kosten moeten gaan maken, alle dansen en zo, terwijl we eigenlijk nog niet weten of het doorgaat. Dus om jezelf ook nog even 2 weken de ruimte te geven dansen uit te zien. Zendertje. Dansen uit je hoofd te leren is het denk ik handig om toch op de vierde te zetten. En daar kan heus wel 2-3 dagen bij. Jesse, zendertje. Bijgeplakt worden. Ja. Nee, de invulling van de avond is wel veel utopia. En stel je voor, Frenny gaat naar huis toe. Ik zeg maar eventjes wat dan is. Frenny staat 4 keer in de planning. Jij staat er een aantal keer op, stel je voor, jij gaat weg. Neemt André dan volledig de verantwoordelijkheid op? Is daar wel een soort van backup plan op? Dat is een hele goeie. Daar is op dit moment nog geen backup plan, maar misschien is het dan leuk om mensen van buitenaf te benaderen of zij misschien iets willen doen op het evenement. Het moet wel in €400, want entertainment kost 400, of tenminste heb ik een budget voor €400. Moet daar wel in passen. Ja, dat is wat ik ook al tegen je zei van entertainment. Dat is natuurlijk ook inclusief danslereressen. En als je jouw danslerares uitnodigt en voor Hiske bijvoorbeeld cabaretier. En stel je voor, valt een utopia aan weg? Dan ga je wel over die 400. Ja, als het zover is, dan moet ik inderdaad met André even gaan zitten wat dan handig is om te doen. Maar ik denk wel dat het me dan leuk is om iemand vanaf buitenaf te benaderen. Of misschien dat iemand extra dingen doet. Het duurt nog wel 2 à 3 weken. Stel je voor, we leven nu een beetje in de maan dat elke week iemand weggaat.
hoeft niet per se zo te zijn, maar dan kun je er meer dan één missen. Snap je? Dus dan kom je met die €400 niet rond, want dan ben je met die... Die dansjuffrouw, nou, die kost geld en die moet hier waarschijnlijk een paar keer komen. Cabaretier voor his, nou, dat kost ook geld, die moet hier ook een paar keer komen. Dan moet je nog opvulling hebben voor eventueel 1 à 2 mensen. Dan zit je zo over die €400 heen. 4 mensen. Ja, en stel je voor, je zou het entertainment dus verhogen, dan... Break-even ook hoger. Dan is die ook hoger en dan wordt het al helemaal niet rendabel. Dus er zijn wel dingen waar we naar moeten kijken. En of we dit door laten gaan, er zitten waarschijnlijk wel onverwachte kosten nog extra bij die er niet begroot staan. Dus ja, het is net wat we willen. Persoonlijk vind ik het een heel erg leuk idee. Maar dat heb ik al eerder gezegd, dus ik hoop gewoon dat we heel veel kaarten gaan verkopen. Dus dat is 1. 2 is wat ik eigenlijk vraag. Brent, zou jij niet iets willen doen? Wat ik hem leuk vind. Breakdance. Vind ik helemaal diep voor. Ja, ja toch, Bren en... Op theater, je kan zingen, je kan echt wel heel veel. En daarna staan we mensen... Take my mask off. Ja, ik heb een leuke idee. Volgens mij wel... En waarom ik het eigenlijk vraag is, vanuit mijn perspectief, maar Shelley organiseert het, zou ik het tof vinden dat iedereen wat doet. Tenzij mensen echt niet willen. Maar je hebt best wel veel skills. Ja, ik had Bren en Dylan er eigenlijk ook tussen. Als jij gaat zingen, ja, wordt even over. Wil je erover nadenken? Ja, kijk, lach. Ja. Ik ben niet gevoelig voor. Ja, prima. Ik verzin wat. Kom. Okay. Dus dat is cool. En de andere vraag is eigenlijk, hoe ziet de taakverdeling tussen Andrea en Shelley eruit? Wie is waar verantwoordelijk voor? Dat vraag ik me. Of wie organiseert het? Of is het Andrea? Ja, ik ondersteun Shelley gewoon. Nee. Shelley bedenkt het en waar zij hulp nodig heeft, daar help ik haar bij. Okay. Sidekick. Ik had natuurlijk de prijs van de catering al gezien. Ik wist alleen nog niet precies wat het in zou houden. Jesse, zendertje. Ik word echt helemaal gek. Ja, heel de dag al. Number 3. Zo, ik weet niet of je hier wat aan hebt. Wat, of de volgende. Iedereen alle batterijen deze kant. Dan is de frustratie ook. Ik ben er weer even. was ik weer. Ja. Ik had het bedrag al gezien voor de catering, maar nog niet wat het precies in zou houden. Mm-hmm. Groentesoep en satéstokjes, kunnen we dat niet gewoon zo doen? Waar wil je dat doen? Voor 50 man. Ja. Ja, groentesoep is toch na het maken een kwestie van warm houden. En satéstokjes, desnoods huur je voor €25 een grote bakplaat. Zou dat ook op de barbecue kunnen doen? Ja, maar als je die tosti-ijzer die we nu hebben, die heb je bij de AC ook een heel stuk groter. Het kost helemaal niks. Daar kan je volgens mij ook saté-stokjes onder een hot grillen. Een hotdog met saté-saus, stokbrood kunnen we ook gewoon zelf afbakken. We hebben genoeg ovens, een beetje kroephoeken bij. Ja, het kan wel in principe. Ik weet niet, ik vind €700 voor wat we dan... Kijk, €700 is niet veel geld natuurlijk voor 50 mensen, maar wel als je saté-stokjes en groentesoep. Ja, het probleem is wel, Jess, en dat is wel even... Kijk, er is toen destijds geadviseerd dat onze keuken te klein was. Vooral ook door Jens en Maris. Ja. Het tweede is dat Shelley er ook voor kiest dat moment dat Utopianen aan tafel zitten. We hebben dan nog een programma die we moeten draaien. Dat betekent dat je... En we hebben waarschijnlijk ervan uitgaan dat we ook nog een aantal mensen die aan deze tafel zijn al thuis zitten. Denk ik, en nog een feest daarna en nog een markt daarna... Daar ook nog even rekening mee houdend, dat het wel heel veel gaat worden. Plus het feit, op de avond wordt het dan ook nog een planning van. Want dan moeten mensen saté gaan maken, dan moeten mensen serveren. Dan moeten mensen zorgen dat het op borden komt. Dan moet er nog bij de tafels gezeten worden. Dan moet er nog gepresenteerd worden. Dan moet er nog acts uitgevoerd worden. En al die dingen bij elkaar. Dat vraagt echt een organisatie een hele goede planning. En ook strak dat iedereen zich eraan houdt. En dat je dan ook nog eens een keer... Ik zie dan bijvoorbeeld niet mensen aan tafel zitten bij mensen te eten. Want daar heb je geen tijd voor. Maar nee, dat gaat niet. Twee mensen, maar wil je dat? Als personeel. Ja, het lijkt me heel leuk omdat dat er aan elke tafel een Utopiaan zit. Zodat ze ook gewoon met ons kunnen praten. Ja. Ja. Zorg wel veel sneller dat je break-even drijft. Want het inkopen kost natuurlijk geen donder. Ik weet niet. Ik zie dat allemaal net even wat anders eigenlijk. Kijk, soep is wel iets wat je verder vooraf al kan voorbereiden. Saté kan je in principe ook voor het evenement voorbereiden en zorgen dat het in die grote schalen zit met dat water eronder met vuur. Ja, kan je ook huren, kost helemaal niks. Hoe heet die ook alweer? Ja, nee, ja, ook bij Marienbakken. Dan heb je genoeg daaraan.
En je zou ook twee vrijwilligers in de bediening kunnen zetten. Vrijwilligers staan niet begroot ook. Maar als dat allemaal omgegooid wordt... Nee, maar dan gaat je catering enorm omlaag natuurlijk. Ja. Ik denk dat het waard is om uit te zoeken. Ik denk namelijk dat je honderden euro's gaat schelen. Het gaat je sowieso honderden euro's schelen. Als iets scheelt, dan is het dat wel, want daar zit een grote kostenpost. Ja, dan gaat misschien je break-even van 36. Staat die snackkamer dan ook? Vreemd weer dat het dan weer... Ja, van, er wordt geadviseerd dat vanaf deze markt. Echt. Maar hoezo kunnen we die dan niet gebruiken? Nou ja, er wordt Shelly organiseert een evenement. Ze wil zelf gaan koken. Dan op dat moment wordt er geadviseerd dat er een cateringsbedrijf hierheen moet komen. Omdat die keuken te klein is. Daar wordt een ronde voor gedaan. Daar wordt van allerlei dingen voor uitgezocht. Dan zeggen we, ja, met de voorbereiding kan het allemaal niet. Ik denk nog steeds dat het krap gaat worden. Want die tafels moeten geserveerd worden. We zijn 50 man. En nu komen we er toch weer op dat we het zelf gaan doen. Ja. Waarom op het moment dat het benoemd wordt, wordt het weggewimpeld en komt het nu weer tevoorschijn? Ik vind dat heel vaag. Nou, ik denk dat nu precies een kostenplaatje hebben van catering. Kijk, ik weet daarvoor ook niet hoe duur catering is. Ja, dan ligt het aan mij dat het vrij logisch is. Ja. Want ik kan niet dit bedrag is eigenlijk vrij logisch. Je hebt voor mij niet. Nee. Oké, dan ligt het daaraan. Misschien. Maar dan alsnog, ik bedoel, volgens mij ben ik ook niet degene geweest die heeft gezegd dat ik adviseer om catering te nemen. Dus dan is mijn argument, ik bedoel, het zou heel raar zijn als ik vorige week zeg ik zou niet zelf gaan koken, ik zou catering doen. En dat ik dan zelf vandaag zou zeggen ik zou toch zelf gaan koken. Maar vanuit wie is dat dan gekomen, ik zou catering gaan doen? En was dat dan niet op basis van de gedachte dat we waarschijnlijk een tournedoos zouden eten en een carpaccio? Nou, in plaats van groentesoep en steestok. Nou, we hebben het er heel vaak over gehad. Ik heb het ook heel vaak benoemd. Joh, hou dan een klein menu, stop het in de oven. Zorg dat je een koud buffet hebt. Zorg dat je een koud voorgerecht en een koud nagerecht. Dat kon allemaal niet. Ja, vanuit wie dan niet? Vanuit de groep. Ja, ik heb het ook aangegeven. Maar in eerste instantie had ik al een ander menu verwacht, heel eerlijk. Okay. Nou ja, dat zijn nooit mijn argumenten geweest. Ja, maar voor 700 euro, daar kan je niet heel veel voor verwachten, toch? Voor 50 personen. Ik heb meerdere caterings benaderd en dan zit je wel echt op de 1200. En dan heb je inderdaad carpaccio en luxe, laat maar zeggen. Vanuit de groep? Nee, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat ik dit niet heb gezegd. Kan je gewoon namen noemen van wie dat heeft gezegd? Nou ja, om heel eerlijk te zijn, ik onthoud dat niet. Maar ik heb het wel gezegd dat ik het zelf, of tenminste met iedereen, wil gaan koken. En wie adviseerde er voor de catering? Volgens mij inderdaad Mariska. Ik sowieso, ja, maar ook ik weet niet meerdere kaarten. Nog meer, maar ik weet wel dat Mariska daar best wel vaststandig is. Jens was er ook absoluut standvastig in. Dat is in ieder geval wat ik verder meegeef. Want ik zei direct, gebruik je ovens en ga dat doen. En Shelly was daarvoor. En toen werd eigenlijk al direct door best wel een groot aantal, maar die mensen weet ik zeker, werd geadviseerd om het niet te doen. Dat is een hele groep. Ik heb het niet. Ja. Iedereen zei van, oké, kijk maar hoe duur het is en we zien het wel. Ja, qua catering. Ja, en dan wachten we de begroting af. Dat is wat er is gezegd. Iemand heeft gezegd, oké, catering, dat wordt hem. Dat gaan we nu doen. Nee, ik kan het maar niet herinneren. Maar is in dat... Nou ja, er is wel gezegd dat de keuken te klein is, dat de voorbereiding te veel is, dat het hier niet kan voor 50 man. Je kan beter een catering benaderen. Dat is er wel gezegd. Ja, toen is gezegd, we kijken voor een catering, dan kunnen we kijken hoe duur het is. Ja, dus dat heb ik nu gedaan, toch? En ik ben het er ook mee eens dat ga je 50 carpaccio... Ja, maar dat zeg ik toch ook. Ja, 50 carpaccio's wat doen. Er wordt gezegd. We hebben geen koolruimte voor. Je moet tegen mij gaan doen. Nee, ik doe toch gewoon wat er wordt gezegd. Daar is geen ruimte. Maar ik ga gelijk veld tegen mij, ik doe lekker rustig. Nee, doe ze helemaal niet. Ja, weet je wat het is? Ik vind het een heel leuk idee, maar als je 300-400 euro kan snijden in je kosten en daarbij ook dan nog eens een keer bijvoorbeeld twee vrijwilligers voor de vermindering van kosten neer kan zetten en je break-even van 36 naar, even kijken, het is 60 euro, 400, naar 30 bijvoorbeeld gaat, dan denk ik dat het een hele hoop scheelt. Kijk, ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat dit heel leuk is om te doen, zolang het geen geld gaat kosten. Dus waar we voor moeten gaan zorgen is dat het in ieder geval dan door kan gaan. En als je break-even omlaag haalt, dan is de kans groter dat het doorgaat. Over een week, anderhalve week. Ja, ik zou gewoon even checken hoe het zit met de catering. Tot wanneer zou je het kunnen cancelen? En wilde de kosten schelen als je het zelf zou doen? We gaan straks even kijken voor wat ze kunnen doen. Oké, maar... Kan ik hem vanuit dit nu wel online gooien? Want ik wil hem vandaag heel graag op Eventbrite... Nou ja, er moet een keuze worden gemaakt. Of je gaat het zelf doen, of er wordt een cateraarsbedrijf. En daar zie je prijs ook een beetje
afhankelijk van. Dus als we het zelf gaan doen, dan, ja, of we laten de prijs gewoon zo zoals het is. Maar niks. Ja, dan moet de keuze in gaan worden gemaakt. Hoe wil jij het? Met de catering of dat het zelf wordt gekookt? Met de catering. Nee. Mijn akkoord op deze begroting vindt goed. Gooi maar online en we kijken wel hoe ver we komen. Het is proberen. Ja. Het is, En qua promotie moeten we kijken hoe dat. En wat wordt de einddatum? Oh, dan had ik nog één dingetje trouwens. De inwoners eten mee. Is er dan ook voor 63 mensen aan eten in de begroting gezet? Dit is voor 50 man. Okay. Daar zou ik misschien wel even kunnen bellen of, dat, of ik met een dealtje of iets daaruit kan komen. Maar dit is voor 50 man. Maar dat zou dus betekenen, 50 man, dat is, ja, dat is 49. €12 per persoon. Dus er komt echt nog wel 150 tot 200 bovenop, zodat wij ook mee kunnen eten. Dus dat betekent dat je break-even dan van 36 naar 39 of 40 gaat. Ja, ik ga even bellen. Maar als we de break-even, op de break-even staan, wat 36 is plus de 13 Utopianen, dan zijn we op 49. Dat is dan binnen de 50. Nee, want de verkoopprijs van een kaartje is natuurlijk hoger dan de inkoopprijs van ons eten. Dus daarom, als je 700 deelt door 50, dan kom je uit zeg maar op €12. Mm-hmm. Dus de kostprijs voor een maaltijd is €12. Keer 13. Of zeg, keer ah, zo, ja. Dat mensen zijn, zeg €150 komt er bovenop en een kaartje kost €60. Dus in ieder geval 39 wordt dan je break-even. Ja. En dan wordt het allemaal wel heel erg hoog. Dan is het, dan heb je pas bij. Hoeveel komt erbij? Ongeveer €150. Nou ja, desnoods, ik heb natuurlijk ook aankleding van €200. Nou, dan doe ik het daarvan. Ja, dat is dus een beetje aankleding. Een probleem, want dan ga je weer in andere kosten door te laten gaan. Ga je dan jezelf en de bezoeker beperken in de aankleding van de tent. En dat was, wat jij zelf ook zei, wel echt heel erg nodig. Omdat het natuurlijk een gigantische tent wordt. Als je daar niet een beetje aankleding hebt, wordt het wel een hele saaie gebeurtenis. Ja. Kijk, als we pas break-even draaien bij 80% van de kaartverkoop. Ja, ik vind het wel heel erg hoog. We gaan straks even zitten, Sean. Ik wil ook zo nog wel even meekijken, kijken of er nog wat te veranderen valt. Mm. Maar ja, voor saté en groentesoep kan je ook niet echt meer dan €60 vragen. Dat is een beetje een ding. Maar dan vraag ik heel erg af van, wij hebben allemaal akkoord voor deze begroting gegeven. Nu spuien we er weer op. Dus dat één. Dan twee, dan denk ik dat we dat voortaan niet meer moeten doen. Dat we dat in een akkoord voor een begroting in deze vergadering gaan geven. En niet één op één als iemand een papiertje ziet. En twee is, ja, dat, is het dan het feit van dat, dat het nu tegenvalt omdat het menu bekend is van de catering. Waardoor we nu denken van nou, het wordt te duur. En €700. Is dat eigenlijk de reden waarom we dan nu eigenlijk nog weer het gaan herbekijken? Is dat de reden? Ik vind dat wel een heel belangrijk punt. Kijk, een dinnershow. Dat gaat om het gedeelte dinner en om het showgedeelte. Nou hebben we al wat puntjes besproken. Niemand wist nog hoe de indeling totaal zou zijn. Tenminste, ik wist niet dat Frenny 4 keer op het podium zou staan. Dus dan kom je op een aantal hele terechte punten. Dan valt de helft van je show weg als er 1 inwoner wegvalt. Dus daar moesten we dus echt naar gaan kijken. Daar moet een oplossing voor komen. Nou, mooi dat Brendan dan in ieder geval wat wil doen. Maar dat is niet genoeg voor als Frenny weg zou vallen. En daarbij, ik zie nu voor het eerst het menu. En ik heb alleen daarvoor naar de begroting gekeken. En ik vind groentesoep, saté en een voor €60 plus een klein beetje show erbij. Is in één keer heel erg veel. Ja. De reden dat dit soort dingen normaal gesproken uit kunnen in de buitenwereld is omdat ze een jaar lang dezelfde show doen. Ja, oké. Het zijn aannames die we eigenlijk al wisten. Hoe bedoel je? Nou, we wisten dat dit een evenement zou worden waar we en geen geld op zouden gaan hebben. Mm-hmm. Dat mensen hier zouden komen puur om het feit dat het leuk is om een dinnershow. Want hier in Topia dit soort dingen te realiseren wordt gewoon hartstikke lastig. Wij kunnen hier geen 3-sterren menu voor €50 laten komen. Want daar hebben we gewoon de mogelijkheden niet voor. Plus het feit ook dat we geen fantastische show kunnen gaan geven. Omdat we het moeten doen met onze eigen kwaliteiten die hier zijn. En dus dat is sowieso. Dit wisten we eigenlijk van tevoren. Het wordt gewoon op zijn utopiaans een dinnershow.
showtje waar je inderdaad best een redelijk bedrag voor neerlegt. Maar wat gewoon leuk is om naartoe te gaan, omdat het uniek is. En mensen het misschien super hilarisch vinden om hier te zijn. Dit zijn allemaal dingen die wisten we van tevoren. En het feit is, en daar ben ik het met je eens, dat misschien dat we een akkoord op een begroting moeten geven. Maar dat is een mooie leerschool voor ons allemaal. Dat we dat niet gaan doen op het moment dat we niet weten hoe de catering eruit ziet en hoe het programma eruit ziet. Want anders dan, want nu komen we weer in de sleur dat het langer gaat duren. En dat is denk ik ook niet goed voor de kaartverkoop en alles erop en eraan. En het feit is eigenlijk dat we tot de conclusie komen, niet dat de dinnershow wel of niet door hoeft te gaan, maar wat gaan we doen op het moment dat hier mensen weggaan die hier in dit programma staan? Gaan anderen dat opvangen? Hebben andere mensen daar zin in? Willen ze dat doen? Hoe staat het daarin? We hebben nu inderdaad 4 danslessen, maar misschien kan er wat aan geregeld worden. En daar moeten we met z'n allen over nadenken van hoe of wat. Maar ik heb het gevoel dat dit weer een hele lange sleur gaat worden voordat we hier de hamerklap op gaan. Ja, denk ik. Nou, ga er maar vanuit dat we 3 of 4 mensen minder hebben tegen die tijd. En ik vind dat de knopen doorgehakt moeten worden. Ja, en ik vind dat het wel eerst goed moet zijn. En ik moet wel zeggen dat ik het wel bijzonder vind dat ik je al een paar keer hoor zeggen, ja, dat wisten we van tevoren. Ja. Kijk, je hebt net vanuit verschillende mensen uit de groep gehoord dat we het niet van tevoren wisten. Ik wist niet dat we uiteindelijk uit zouden komen op groentesoep en een satébuffet. Ja, maar dat hoor je mij niet zeggen, Jesse. Je moet goed luisteren wat ik zeg. Dat is een leerschool. Dat is een leerschool over het feit van hoe of wat. Maar als jij realistisch bent voor het bedrag wat daar staat en je weet wat je per persoon aan eten uitgeeft, dan weet je dat hier geen 5-sterren diner staat. Dat kan iedereen op zijn blote vingers natellen dat dat zo is. Dat weet jij ook. Als je logisch daarover nadenkt, ik wist ook wel dat het zo'n soort menu zou gaan worden. Het kan toch niet anders dat het misschien geen groentesoep is, maar dat het een salade zou zijn. Of dat het geen saté zou zijn, maar iets anders daarin. Maar dit weet je. Je kan niet vragen van een cateringbedrijf die hier winst op moet draaien, dat daar een heel groot menu gaat staan en dat jij €60 voor een kaart. Dan vraag me echt af hoe je hierover nadenkt. Ja, en dat weet je dus niet van tevoren. Oké, okay. Dat vind ik dan... Sorry, vind ik vrijdom. Er worden hier heel veel afspraken gemaakt met een verkapte sponsordealer in. Je hebt geen idee wat iemand hier voor €700 kan regelen. Mensen kunnen hier ook een botoxbehandeling van €1000 regelen voor €50. We kunnen ook een dak van 4,5 regelen voor €50. Maar we moeten het dan zelf maken? Dus ik weet niet. Ik vind... En ik snap je houding überhaupt niet echt. Oké, nou dat mag. Ja, kijk eens. Hoe moet ik iets weten over catering? Nee, maar daar gaat het niet om. Er zijn een aantal mensen die hier hun zienswijze over gebogen hebben. Die hebben hiernaar gekeken. Die hebben heel kritisch naar die begroting gekeken. En daar is zij bij langs geweest. En nu merk ik dat, en daar is een akkoord voor gegeven. En daar andere mensen altijd kritisch naar kijken. En ik begrijp dan nu niet. En die weten ook, die hebben hun zegje over de dinnershow gedaan. Die hebben hun zegje over het eten gedaan. Die hebben overal hun zegje over gedaan. En nu komen we weer tot de conclusie dat eigenlijk dat we hier weer over gaan discussiëren en dat we hier weer verder over na kunnen gaan denken. En ik vind persoonlijk, als ik realistisch naar een dinnershow zou kijken en hier, dan had ik dit verwacht. En dan was het een mazzeltje geweest, want Jesse zei als je het met een sponsordeal binnen gaat halen, van hoe of wat daarin. Maar je weet als je cateringen benadert en die moeten hier gewoon een winstmarge uithalen, dat hier geen groot buffet komt staan. Dat mensen die in dit soort organisaties zitten en die hier hun handen overbuigen, die hier denken dat die hier verstand van hebben, die weten dat. Je weet toch niet op welke basis het geregeld? Oké, maar wat is nu het discussiepunt, jongens? Want ik word hier echt een beetje moedeloos van. Shell die gaat volgens mij het een en ander checken en laten we dan alsjeblieft het punt afsluiten. En laten we alsjeblieft ook kijken van, joh, of we kiezen voor de gemakkelijkheid en niet winst genereren op zo'n evenement en we gaan kijken hoe dit loopt. Of we gaan uiteindelijk wel voor winst genereren, of in ieder geval... Dat wisten we van tevoren al, ja. Dat er zo goed als geen winst, dat het gewoon leuk is om hier te organiseren. Ja, dat weet ik. In ieder geval geen geld kosten. Is het dan ook misschien niet een optie om daar naartoe te kijken van dat we de kaart verkopen op een x-aantal kaarten zetten, waardoor we het wel gewoon dan eventueel zelf zouden kunnen koken? Als ik nou iets heel doms. Dat je zelf kan koken? Ja, je kan het sowieso zelf koken, alleen dan moet je gaan kijken van wil je per se een utopiaan aan de tafel hebben? Wil je per se de utopianen als maar hebben? Er zijn sowieso dingen waar gekeken naar moet worden. Maar ja, als we dan toch al bezig zijn met kijken, is dat ook misschien een optie die ik gewoon even op tafel gooi. Van hey, je kan ook zeggen, hey, we doen 20 kaarten. 20 mensen die naar Utopia terrein kunnen komen om van een dinnershow te genieten. En dat we alles gewoon in eigen beheer houden, kan koken enzovoort. Het is een overweging die je zou kunnen maken op het moment dat je op de vierde nog geen 20 kaarten hebt verkocht.
en in principe volgens de afspraak de stekker eruit trekt, dan kan je altijd heroverwegen om een aantal dingen te schrappen en er alsnog mee door te gaan als je het echt graag wil. Ja, maar je moet wel voor de mensen die een kaartje kopen duidelijk maken van of we doen het die weg of we doen het die weg. In principe kan je mensen gewoon aangeven wat ze gaan eten. En maakt het eigenlijk geen flikker uit of het nou vanuit een ketenbedrijf komt of vanuit ons. Okay. Dat men in ieder geval door kan gaan. Ja. Want het blijft wel een leuk concept. Maar je gaat sowieso 4 mensen missen, denk ik. Ja. Dan. Nou, als ik er dan nog ben, dan vind ik het prima om lekker achter de barbecue die satéetjes te draaien. Of wat anders. Oké. Ja. Als het mij ligt, gooi het lekker online. Ja, ik zou wel even het een en ander aanpassen met betrekking tot de inwoners die mee eten. Dus even die 700 delen door 5 en dat dan keer 10, denk ik, ongeveer 10 inwoners die er nog over zijn. 120 tot 150 euro. Je bedoelt in de begroting? Ja. Ja. Oké, okay, maar ik ga hem wel zo lang klein zetten. Ik denk ook dat het goed is en dat we het gewoon moeten gaan proberen. En we hebben in ieder geval een afspraak tot wanneer we het aankijken. En mochten we daarvoor denken dat we het net niet gaan redden, kunnen we altijd links-rechts wat eraan gaan veranderen. Maar wel met onder de voorwaarde dat we nog geen kosten gaan maken tot de 4e. Ja, daar geef ik akkoord op. Maar niet dat ik tot de 4e de tijd heb om 36 kaarten te verkopen. Of nee, maar dat hebben we ook nooit met elkaar afgesproken, hè? 20. Maar nu begin je met 20. Ja. 20 kaarten. Ja, denk. Dat was ook wat we hadden afgesproken, 20 kaarten. Nou goed, dan is dat punt behandeld. Dus de kaarten gaan online. Oké, okay, nou, dan ga ik nu naar boven en dan ga ik hem even online zetten. Ik doe het anders na de... Nee. Het is wel heel leuk als je in de vaten was erbij. Ja. Dat zo. Dus dan werkt hij snel. Dan werkt hij wel. Nou, dan moet de vergadering nog beginnen. Bij de vaatwasser. Nee, die kwartier. Wat dan? Ding oh, ik heb nog een kwartier in de computer. Oh, dan wel door aan de plek. Ja, lekker. Ja. Nou. De vergadering moet nog beginnen. Gaan we zo meteen die vorige opbouwen. Hey. Strawberry. Nee.